Marathon van Amsterdam. 8,5 kilometer. En toen? Weer een blessure, weer een pijntje. Ik was aan het lopen, mijn voorbereiding is goed gegaan. Ik was aan het lopen en ik ging mijn hamstring voelen, linker hamstring. Ja, voor het eerst. Gewoon nooit last van gehad tijdens de voorbereiding. Ja, hij ging opspelen. Dus dat is zwaar frustrerend. Ik was eigenlijk aan het wachten tot het moment dat hij weg zou trekken. Je voelt altijd wel iets. Alleen het werd steeds een beetje meer, een beetje meer, een beetje meer. Tot het niet meer kon. Dus dat was einde verhaal. De laatste weken gingen eigenlijk vrij goed, hè? Ja. Ik heb 11 weken pijnvrij getraind en gewoon weer goed op niveau gekomen. Alleen dan net op momenten, ik herken het wel, dat je dan in vorm komt, dan ga je gewoon lichter lopen, reactiever lopen. En dan komen er gewoon wat meer krachten op die keten, op die achterste keten, zeg maar, hamstring, kuiten, rug, billen. En daar zat dus ook weer een zwakke plek en het is ook wel zwaar frustrerend dat op het niveau waarop ik wil meedoen, dat een voorbereiding daarvoor en het trainen en het lopen daarop zelf, dat het gewoon te veel gevraagd lijkt. Dus eigenlijk sinds je hebt Göteborg heb je je laatste echt een goede marathon gelopen. 2007 voorjaar heb ik nog Rotterdam gelopen. Ook een titel gehaald en dat was ook een hele warme marathon. En sinds dat voorjaar heb ik gewoon met veel te veel pijntjes gezeten. Voortdurend. Ik trainde toen met Bram Wassenaar. Ben ik weer opgehouden omdat ik geen enkel schema van 3 weken achter elkaar kon trainen. Ik moest voortdurend improviseren. Nou lijkt het eindelijk, afgelopen zomer leek het een beetje redelijk te gaan. Dan gebeurt er tijdens de wedstrijd weer iets. Het voelde, en dan heb ik het even alleen over de marathon. Het voelde echt als, je hebt wel eens zo'n artiest hè, die dan op het podium staat en die krijgt dan een hartaanval. En dan zeggen ze, nou dat is mooi, die is gestorven in het harnas. En zo voelde ik me ook een beetje naar. Ik dribbelde terug naar het stadion en het voelde ook als van, dit is het voor mij, voor de marathon. Daar lijkt het wel op. Ik heb wel direct iets, kijk, dit wil ik mezelf voor verder niet aandoen. Ik wil op een goed niveau presteren en wat ik nou gewoon ga doen de komende tijd, ik ga gewoon trainen. Als ik voel dat mijn lijf het aan kan, doe ik wat kortere afstanden. Als ik voel dat mijn lijf goed is, dan ga ik gewoon een hele kleine marathon lopen. Gewoon zelf inschrijven, ergens lekker lopen. Als dat hard gaat, op een goed niveau gaat, een acceptabel goed niveau, dan ga ik weer een grote marathon lopen en eerder niet. Misschien is dit wel de laatste geweest op wedstrijdniveau. Dat zou kunnen. Misschien ook niet. Maar voorlopig wel. Hoe raar is dat je hebt die hamstring helemaal niet zien aankomen? Dus waar je de keer Ik heb voortdurend met dit soort dingen gezeten. Ik heb zoveel preventief gedaan de afgelopen 2 jaar om gewoon in ieder geval aan de start te kunnen verschijnen. Nou lukt dat aan de start en ook nog op acceptabel niveau. En dan loop ik weer tegen iets aan. Aan de ene kant is het echt zwaar kloten. Ik heb ontzettend lopen balen net, nog een kwartier geleden. Aan de andere kant is het misschien wel... achteraf makkelijker te accepteren dat dit misschien mijn laatste echte wedstrijdmarathon is geweest. Nogmaals, ik hoop het niet. Ook even richting Adidas, ik hoop het niet. Ik hoop dat ik volgend jaar, ik wil eigenlijk dit jaar en volgend jaar op niveau lopen. En zeker op korte afstanden moet het ook nog wel lukken. Maar als mijn lijf zo door blijft gaan, dan is het gewoon mijn laatste op wedstrijdniveau. Op het niveau inderdaad dat je 2:15, 2:17, 2:12. Ja, als ik niet, kijk, ik ga gewoon trainen. En als ik ergens een hele kleine marathon tussen de 2:15 en 2:20 kan lopen, dan ga ik weer mijn debuut maken terug op een groter platform. Maar dit wil ik mezelf niet meer aandoen. Ik denk dit is misschien wel een goede manier om afscheid te nemen van nationaal topniveau of internationaal Europees topniveau. Zo voelde het in ieder geval aan na afloop. Het is natuurlijk wel een heel korte dag nou, hè. Ik zit pas een paar minuten na dat ik uit ben gestapt. Maar
als dit het is, dan kan ik daar vrede mee hebben. Dan weet ik zeker van, nou goed, mijn lijf was ook klaar. Ja, ik hoop dat ik me vergis, maar ja, we zullen het zien. We zitten inderdaad pas een paar minuten na de marathon. Ja, we zitten een paar minuten na, maar ik ga dit dus niet meer herhalen. Ik ga niet denken van, oké, komend NK, Rotterdam, dan ga ik daar wel voor. En, nee, ik moet eerst voor mezelf in een kleine marathon iets goeds neerzetten. En dan pas weer die plannen maken. En nu jouzelf, hè? Je hebt toch een behoorlijk lange marathoncarrière gehad. Ja. Nu staat inderdaad, nou is het misschien het einde. Ja. Als je daar een trek om je bent, hoeveel jaar marathonloper geweest? Ja, bijna 15 jaar. Is het de moeite waard geweest? Ja, tuurlijk. Ik heb altijd zoiets gehad van, los van de resultaten moet het gewoon een aantal mooie jaren zijn. Dat vind ik belangrijk, anders lijkt me heel leeg. Ja, als je wel een paar resultaten neerzet, maar voor de rest eigenlijk niet heb genoten van die jaren zelf als sportman. En ik heb ontzettend mooie jaren. Kijk me heel veel plezier naar. Ik heb ook nergens spijt van. Alleen ja, toen ik uitstapte, heb ik nog nooit gehad. Dacht ik van ja, dit is mijn afscheid. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop nog wedstrijden te lopen. En zeker op kortere afstanden. Maar als ik niet in een trainingsmarathon gewoon een goede tijd kan lopen, dan doe ik het niet meer. Dan ga ik geen nationale topmarathon meer lopen. Voor jou, stel inderdaad, dit is je afscheid. Ja. Je hebt nu wel in het jaar een soort voor na je carrière al dingen in gang gezet. Ja, is ook zo. Volgend jaar zou sowieso mijn laatste jaar zijn. Dit jaar en volgend jaar zijn overgangsjaren dat ik en sport en dingen daarnaast aan het opzetten ben. En ik denk achteraf, als ik dan terugkijk over een aantal jaar, dat ik een makkelijker afscheid, dat ik er makkelijker genoegen mee kan nemen, zeg maar. Ik makkelijker het achter me kan laten als mijn lijf zegt ho. Dan wanneer mijn lijf zegt, nou, het kan nog best, maar ja, je hebt nou eenmaal die andere dingen in gang gezet en die vragen meer aandacht van je. Nou is het misschien wel een natuurlijkere manier. Misschien had je liever inderdaad volgend jaar dit gevoel even wel. Ja. Dat ik nog één jaartje... Ja, precies. Nou, dat zal ik dan niet meer hebben, denk ik. Binnen een half uur was Marathon Amsterdam voorbij. Ja. Hoe stond jij hier vanochtend aan de start? Ja, het zijn de vertrouwen en vorm. Alleen, mijn lijf kan het gewoon niet meer aan. Daar lijkt het op als ik in vorm ben. Die krachten die je benen dan aan moeten kunnen, die lijf aan moeten kunnen, dan zit er toch ergens een zwakke schakel. Maar goed, voor de start weet je het niet, hè. Maar ik wil mezelf dit niet meer aan. Ik denk dat het goed is geweest op deze manier. Ik hoop dat het me vergis, maar...